Even niet, maar ik ga jou eerst iets overhandigen. Want de supporters hebben jou vanavond gekozen tot man of the match. Daar hoort deze bokaal bij. Misschien dat je hem even omhoog kan houden. Kijk. Nou, dan ga ik je gelijk een echte sportvraag achteraan stellen. Wat gaat er nu door je heen? Nou, vooral heel erg blij met de overwinning. En de 3 punten. En voor mezelf natuurlijk lekker dat ik weer een doelpunt ga maken. Ja, en die overwinning was volgens mij wel broodnodig. Ja, die moest vandaag wel echt komen en dat is ook gebeurd gelukkig. En wat maakt het verschil dat het dan vandaag wel lukt? Ja, we houden de 0, we scoren. De eerste helft spelen we goed. Hadden we eigenlijk al een kwartier, misschien wel 2-0, 3-0 voor moeten staan. Dat gebeurt niet. Maar uiteindelijk winnen we de wedstrijd en zijn we blij. Ja, dankzij het doelpunt voor jou. Kan je dat moment beschrijven? Ja, ik zag dat de bal teruggespeeld werd naar de linksback. Die wou terug. Die kapte hem terug en ik zet hem blok mijn benen tussen. En ik ga op 1-op-1 met de keeper en ik ga eromheen. En ik schiet er binnen. Ja, het is eigenlijk heel simpel, hè? Afpakken en binnenschieten. Ja, ja. Ja, als je het zo zegt wel, ja. Maar ik ben vooral blij dat hij binnen ging. Ja. Ja, was je er zelf ook aan toe om weer een goal te maken? Ja, zeker. Een tijdje geleden, Helmond spot thuis voor de beker. Dus was voor mij een heel prettig moment. Ja. Nou, competitiewedstrijd gewonnen nu. Dinsdag weer een nieuwe mooie wedstrijd in de bekertoernooi. Ja. Hoe kijk je daar naar vooruit? Ja, dat is natuurlijk een mooie wedstrijd. Kwartfinale staat op het spel, dus de focus gaat vooral daarop vanaf morgen. En zin in. En hopen dat deze overwinning in de competitie het begin is van misschien de ommekeer. Laten we het hopen, ja, zeker.